Moppie, goeiemorgen, hoe is het? Maar zit je lekker aan een bakkie koffie en zo? Goedemorgen. Nou, voor mij is het inmiddels al avond. Ik dacht, ik draai het even om. Ik hoef de intro niet altijd in de ochtend op te nemen. Bovendien ben ik niet altijd de gezelligste thuis. Ochtend. Wat ik vandaag heb gedaan is naar een bruiloft geweest. Super, super, super vet. Vervolgens heb ik de orkaanramp die mijn huis heet opgeruimd. En ik zie je zo meteen aan het einde van de video. Want dan ga ik nog gezellig tegen je aankletsen. Ik heb aan een witte top van de H&M. Die is van vorig jaar volgens mij. En een rode palazzo pants van de Zara. En daaronder ook weer Zara hakjes. Het thema is Japan. Dus ik heb de kleuren van de Japanse vlag aangetrokken. Als wat ga je gekleed? Of tenminste, wat is jouw Japanse thema? Mijn Japanse thema is, er zijn drie jongens. Wij gaan als Yakuza members. Dus we gaan tattoos hier, dragon tattoos zetten en shit. Ik heb mijn haren al kort geschoren. Ik wil ook een dragon tattoo. Jij krijgt een halve dragon tattoo. Oké, okay. Dus we gaan even knippen eerst. Ik vind het eigenlijk echt een heel leuk thema. Ja, ik vind het ook. Ik maak het gewoon niet zo heel vaak mee. Dus, ja. Dus deze, de twee die gaan trouwen, die zijn super Japan freaks. Ja, twee hele oude vrienden van jou. Ja, klopt. Ik ken hem al 25 jaar. En van mij ook eigenlijk. Ik ken hem ook al lang. Nou, maar het is niet. Meer van mij dan van jou hoor. Ja, het is gewoon een friend, maar ik ken hem gewoon ook heel lang. I know, it's ik bedoel, als ik ooit dakloos word en ik vraag aan hem, mag ik op je bank slapen? Dan mag ik wel. True that. Zo meet je je vrienden. Ja. Zou ik bij ze mogen slapen als ik ooit dakloos word? Ja, goeie. Ja, ik weet het. Goedemorgen. Ik heb de goede. Ja, je hebt de goede gegeven. Kijk wel. Alsjeblieft. Joa, dankjewel. Ja, dankjewel. Nogmaals, wacht u niet te lang aan het uitstappen. Deze trein zal worden weggelanceerd. Station in Lelystad. Ging je ineens van, weet ik veel, misschien 2000 meter naar 3000 meter met zo'n kabelbaan. Ja. Gewoon super snel. En toen werd ik dus helemaal duizelig en misselijk. En dat duurde echt 2 uur of zo voordat ik er een beetje aan gewend was of zo. Ja. Dus toen dacht ik wel, oh, ik snap wel dat mensen zeg maar met hoogteziekte. Maar dat is dan letterlijk een kilometer. Hé, hey, Rafael! Zo grappig! Oh, Rafa. Hallo, hey. Rafa! Zo grappig! Oké, okay. Nog een vriend van mijn broertje die ineens naast ons komt lopen. Die bruiloft was echt zo dope. Ik dacht van tevoren Japans thema. Nee. Thema's, nee. Toen ik er was, dacht ik echter, dit is zo mooi. Ik vind het zo prachtig wanneer mensen, ja, ik weet niet, helemaal cool zijn met hun passie en zich, ja, gewoon niks aantrekken van andere mensen. Of dat nou gek is of hoe het eigenlijk hoort of whatever. Weet je, een motto van mij, wat ik eigenlijk nog nooit echt met je heb gedeeld, misschien één keertje in de comments of zo, is crazy is better than boring. Dus gek is beter dan saai. En dat zal ik ook altijd aan blijven hangen. En dit was gewoon alles behalve saai. Het was super, super vet om te zien. Got me going, baby. Got me going, baby. All the time. You move it close and turn your voice real low. I drink a bit and let my feelings show. Your hands around me, baby, let's just go. Wat is erop je antwoord? Ja. Wat is erop je antwoord? Ja. Can't explain. Feels like a whisper in the pouring rain. I count the days before we meet again. And set your mind on love. Yeah, yeah. I fall for every little thing you do. It's how you look at me that turns my groove. And if I spend with you a night or two, you set my mind on.
Dit dutje had ik echt nodig. Ik miste al bijna mijn treinstation omdat ik zo uitgeput was en eigenlijk gewoon constant wegviel in de trein. En ik dacht, wow. Het eerste wat ik ga doen wanneer ik thuis ben is even een wasje aanzetten. Want dat moet ook echt gebeuren. En gewoon echt even. Ik heb niet eens diep geslapen of whatever, maar gewoon even uitrusten of zo. Ik weet niet. Dus ik ben nu weer helemaal... Helemaal weer. Ja, ik heb gewoon wel weer energie. En ook weer honger. Dus het eerste wat ik ga doen is weer eten voordat deze hele bende... Zie je wat voor bende het huis is? Ja, ik doe het maar van ver af, want dat zie je echt een zooitje. En dat ga ik na het eten even opruimen. Maar eerst even energie opdoen. Wat eten we vandaag? Chiekufte! Ik had gisteren met mijn broertje besteld. En we hadden ons helemaal suf gegeten. En Shannon had het ook eventjes geprobeerd. Maar er is nog een hele bak over. Dus ik heb voor vanavond, waarschijnlijk morgen voor lunch, echt vet veel is het gewoon. En het vult goed. I love it. I love it, love it, love it. Yes, de tafel is weer leeg. Dat bed hier, dat opblaasbed is opgeruimd. Daar ziet ze weer een beetje fatsoenlijk uit. De keuken is clean. Sweet. Weet je wat trouwens wel echt gaar is? Denk je dus dat je alle was gedaan hebt? En dan doe je dit. En dan vind je de volgende stapel. Wow. Ik heb gewoon niet goed gekeken. Oepsie. Nou, dat wordt binnenkort weer wassen. Ik heb ook heel veel was gevouwen en zo. Dus dat komt wel goed, die was daar niet van. Ik ga nu eventjes editen en een beetje dingetjes typen en dat soort dingen. Afgelopen dagen heb ik natuurlijk even na kunnen denken ook over de Kili Challenge. Ik ben er nog steeds niet echt over uit. Dus ik denk dat ik daar morgen misschien een keiharde uitspraak over ga doen. Maar waar ik wel over uit ben is dat ik vandaag even geen vraag van de dag doe. Want ik weet oprecht niet of jullie het nou leuk vinden of niet. Ik heb het ook als experimentje gedaan. Jullie blijven wel komen met de vraag van de dag. Maar ik merk dat, weet je, de duimpjes niet meer zo gretig omhoog gaan bij de vragen. Dus weet je, misschien... Ja, het was gewoon een experimentje, maar misschien werkt het ook gewoon niet. Dus laat me even weten in de comments of jullie dat wel of niet leuk vinden. En als iemand antwoordt, ja, ik vind het leuk, dan mag je daar natuurlijk een duimpje omhoog bij opsteken. Of als iemand anders zegt, nee, ik vind het niet leuk, weet je, geen geslaagd experiment, mag je daar ook een duimpje omhoog bij opdoen. Laten we gewoon even checken of dat iets is wat we er wel of niet in moeten houden. Met deze knappe dame. Ik ga nu lekker slapen. Vergeet je niet te abonneren en dan zie ik je morgen weer. Welterusten.